Studiegeld, kamerhuur, boekenrekening. Schrijf maar bij, schrijf maar af, Rabo-rekening. Oppasgeld, popconcert, sportvereniging. Schrijf maar bij, schrijf maar af, Rabo-rekening. Eerste baan, uitverkoop, kledingrekening. Schrijf maar bij, schrijf maar af, Rabo-rekening. Uitzendbaan, platenzaak, rijschoolrekening. Schrijf maar bij, schrijf maar af, Rabo-rekening. Dit is de meest serieuze man bij Weekamp. Die test werkelijk alles. Alles voordat het in de dikke Weekamp mag. Hoogst persoonlijk. Hoe heet die man nog alweer? Dat staat op bladzijde 600 van uw eigen dikke Weekamp. Vul zijn naam in op de speciale bestelbon achterin. En u krijgt gratis deze set gul rinkelende armbanden bij uw bestelling cadeau. Hoe heet die man ook alweer? Bladzijde 600. Goedenavond. In deze leuk ingerichte keuken wordt al het vlees in Chroma klaargemaakt. Waarom Chroma? Nou, Chroma wordt snel heet, hè? En het gaat niet spetteren. Het vlees groeit direct dicht. En er even bij blijven, hè? Ja, natuurlijk. Je moet er wel even bij blijven. Het ruikt prima, zeg. Het is ook prima. Kijk maar, lekker bruin dat vlees. Ik krijg er ook een heerlijke jus van. Goed, hè? Blijf je eten? Ik heb genoeg, hoor. Vlees is beter af met Chroma. Al uw vlees. Allee? Je bent wel gek met je machine, hè? Ja, er zitten zelfs energieprogramma's op voor lage temperaturen. Dan wordt alles zeker wel goed schoon. Ja, natuurlijk. Ook van dichtbij? Tja, die chocolademelkvlek in de tennisshirt is er niet goed uit. Dat komt door die lage temperatuur. Ligt niet aan de temperatuur, maar aan je wasmiddel. Ja, maar dit is toch ook voor lage temperaturen? Pak Ariel. Dat wast zonder koken wel goed schoon. Zelfs bij de laagste temperaturen? Dat moet ik zien. Kijk, bij lage temperaturen kom je vaak net wat energie tekort. Ariel krijgt het dan wel goed schoon. Inderdaad. Met Ariel is die vlek er dan wel goed uit. En dat in het energieprogramma. En de rest? Alles is schoon. Goed hoor. Ariel wast zonder koken wel goed schoon. Zelfs bij de laagste temperatuur? Schatje, wat zal ik voor jou inschenken? Een mooie champagne, hè? Nee? Nee. Een Cuba Libre on the rocks, hè? Nee? Oh, een sparkling gin fizz. Een... Koebergijs. Koebergijs? Maar het is mijn favoriete drankje. Eén ogenblik. Wettens twee Koebergijs. Komt er zo aan, hoor. Even halen. Heerlijk Koebergijs.